Goedendag allemaal en welkom weer op een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Yves de Remus. Jawel. En jullie vroegen om iets. Jullie vroegen om iets. Het gaat nog misschien nog iets vroeger komen dan mij. Eerst sokken aandoen. Ja, eerst sokjes uitkiezen voor aan te doen. Ja, ik heb sokjes. Voilà. Nee, mijn schat heeft het geweldige idee gekregen om gaan te zwemmen. En dus ja, ga ik en mijn schatje zwemmen. Oei, 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 oei. Hoort dat dan maar eens aan. Dat zou wel eens goed kunnen zijn dat dat van één persoon is. Eens even kijken. Oké. Even vragen. Wil je mee of niet? Want dan weten wij iets meer. Ik en Bea. Voilà. Dan nu nog schoentjes aandoen en dan kan ik gaan vertrekken naar haar toe. Dan kom ik nog eerst terug naar hier toe om ja, mijn spullen dan te pakken. Allee, tot straks allemaal. Yo, 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 yo. Ja, dat zou ik ook wel lassen. Ik ben ook nog aan het livestreamen. Ja, nu niet. Maar ik heb er juist even gelivestreamd. Nu ga ik even gauw eten. Ik ben nog iets vergeten in mijn auto. Dat is mijn Nesquik. En dan gaan we zelfs nog iets heel leuks doen. Misschien heb je het al aan de titel al gezien. Maar meestal verraad ik het aan de titel. Maar wie de titel nog niet heeft gelezen, ja, de verrassing komt er dan nog aan. Hè. Dus, komt wel goed. Ik ga nu een sandwich met, twee sandwiches met choco eten. Daar nog mee salami. Want dat moet ook allemaal op. Terwijl ga ik ook mijn GoPro laten opladen. Dat is zeker tijdig. En wel, is opgeleid. Want die is nu oranje. Dus ik ga jullie laten, of zelfs heb ik hier ook nog weer alles copyright claims. Allee, tot straks allemaal. Yo, yo, yo. Zo, na de livestream vandaag, jawel. Ik ben weer al echt te veel aan het doen. Te veel hooi op mijn volk aan het nemen. En ja. Dus we gaan nu ook nog iets heel leuks doen. Waar heel lang vraag naar achter is. Ik wil jullie ook nog direct iets laten zien. Maar eerst moet ik de sleutel hebben. De juiste sleutel. Voilà. Kijk, het heeft ook met dit te maken. En het is ook weer een stukje rijden van hier. Binnenkort gaan we ook nog eens naar het nieuwe complex. Dus we gaan nu naar een oudere site toe. En dat is... Misschien hebben jullie het wel al aan de titel gelezen. Ik zeg het nog een keer opnieuw. En ik zeg jullie nu heel van achter, dat echt goed aan het regenen. Dan gaan we die mijn dingen ook nog van achter leggen. Met die deur. Voilà. Hier is ze, alstublieft. Oké. Okay. En dan nu, wat we nog nu moeten doen, dat is de weg instellen. En dan kunnen we vertrekken. Tot straks allemaal. Hey mensen, we zijn hier aangekomen bij Centerparks Erpenmeren. Jawel, ik ga dus nog eens een zwemvlasje maken. Joepie. Ja, yay. Ik ga uw kleinstukje al meenemen richting de kleedkamers, dus ook qua inchecken en al gaan jullie zien in een kleine... We gaan toch ook eten. Ja, we gaan ook eten.
Dus geniet maar van de timeslap. Dus ik ga ook op timeslap zetten van de receptie. Tot straks allemaal. Beginnen met de waterglijbanen te doen. We zullen ook eens kijken als dat van de kinderen open zijn. Ja, de kinderen is ook nog open, nog heel eventjes denk ik. We gaan daar toch eens even langs om te kijken wat daar ook allemaal is. En daar zijn ook allemaal kleine glijbanen, maar dan voor puur voor de kinderen. Het is open tot 9 uur, zoals jullie eens laten zien. Dus dat is een speeltuin voor de kinderen. En wat ook een stuk kan doen, ik had jullie ook eens laten zien, staat hem aan. Ja, hij staat aan. Hij is aan het vullen. Hij is bijna vol. Hij is echt bijna vol, dus ik kom perfect op tijd. En dan moet ik wel echt snel zijn. Want daar krijg ik precies wel redelijk veel water in. Heel veel water in. Hij staat op punt om te kantelen. En ik probeer ook heel dicht bij de microfoon te praten. Het kan niet meer lang duren, want hij is echt aan het bewegen. En als ik zo
zo naar onder ga kijken, dan gaat dat waarschijnlijk vallen. Ja, nu kan het elk moment zijn, want de spetters vallen er ook al uit. Ja, ik ga het kom. Daar zijn we nu even onderweg naar. Oh, dat deed deugd. Dat deed echt deugd. Ja, dan zijn we eerst kijken waar al dat volk naartoe gaat. Richting de Wildwaterbaan. Ja, heel veel naar richting de Wildwaterbaan. Gaan we maar eens aanschuiven bij... Ik weet niet wat voor nummer kleiband dat dit hier is. Dan gaan we ook zelfs eens kijken van welke maatschappij dat het ook gemaakt is. Krijg je ook allemaal informatie voor. Fabrikant is VAHZT. Is gebouwd in 1991. Lengte staat er niet meer op. Breedte 1,4 meter. Hoogteverschil is 5 meter en de diepte duikzone is 1,35 meter en de tunnel is volledig overdekt. Oké dan. Ik wil zeggen, oké. Hier bij de buitenbubbels. Ik ga even duiken. Ah, lekker. En dan hebben we hier de bubbels. Heerlijk warm. Ah, ja, joh, wat is een zwemvlog? Dus jullie krijgen een zwemvlog, hè, schatje? Jullie krijgen een zwemvlog nu. Hoe vind je het hier al? Lekker warm hier, hè? Hier lekker in. Oei, oei, de bubbels beginnen. Oei, oei, kom naar ons toe. Oei, oei, kijk maar. Heerlijk. Kom maar even naar hier toe, hier zijn meer bubbels. Voilà. Ik ga dus de kleibaan allemaal twee keren doen. Zowel een frontvloer als een backview, dus dat jullie ook mijn gezicht zien terwijl dat ik hier de glijbaan afgaat. Dus ik ga ook proberen altijd op dezelfde volgorde ook te blijven. Dus ik heb nu juist frontview gedaan van waterglijbaan 01. Dus dan gaan we die opnieuw doen. En dan s'avonds naar de 2 en zo verder. Tot zeggen, veel kijkplezier. Het is wel een mooie view hier. Ik moet wel eerlijk toegeven. Ik hoor ook de toeter dat er golven zijn. Maar we staan hier bij de waterglijbaan 01 aan te schuiven. Dus ik kan niet rechts omkeer maken om de golven te filmen. Zal ik voor nog wel komen hier in dit stad? Zal wel. Dus ik kan niet geloven. Ik ga mijn best doen. En ik ga mijn best doen ook om alles, maar ook echt alles hier van de filmen hier in Zetterpijs te hebben meer. Ik ben nu al echt aan het genieten. Nee, zin aan het maken voor morgen weer al een toffe wijdag tegen moet te gaan. Zelfs ben ik helemaal nog uitgeput morgen van het zwemmen.
Totale lengte is 34 meter, hoogteverschil 5 meter, diepte duikzone is 1 meter en tunnel is helder. Oké dan, ik zou zeggen, we gaan zo meteen vertrekken en starten. Heel kijk plezier. De neerslachter van het Oranje is, dat duurt dus. En ik moet me al deze wappen uitduwen. Maar deze gaat me nog wat sneller. Wow, shit! Zometeen oranje licht zijn, weer al voor mij. Al wat aan dit doen is de tweede keer en dan naar mij toegereden. Ik zou zeggen, veel kijk plezier! Bij de Wildwaterbaan, dus we gaan nu de Wildwaterbaan doen. Dat ga ik geen deze doen. Nee, van, het is veel moeilijker, dus ik ga gewoon richting mij blijven filmen. Monniken vroeger. Er is ook veel volk hier in Erpenrijden, dat is altijd goed. Gezellige volk, ook zo noemen. Ik ben al opa. En nu gaan we dus richting de familiegleibaan. Ah nee, dat is geen familiegleibaan, dat is een wildwaterbaan. Ik sta wel niet mee bij hoeveel meter zal het is, maar het staat wel goed wild. Maar er is een file. Dus je moet er heel rustig aanschuiven. Ik ga trouwens kleibaan nummer 3 doen, dat is daar. Hey dan. Even nog geduld hebben, want hier begint het. En nog even geduld hebben. En go! Iedereen hier is voorbij. Wow. Oei. De lucht ziet er ook weer al niet meer goed uit. Dus rap naar binnen. Rap naar binnen. Wow. Zit hier een schuifje aan? Ik heb geen adem meer. Dat is even binnen gedaan met Cycle TV. Oh. Hell yeah. Die was wild. Die was heel wild. Oh, wow. Die was super. Holy shit man. Ik moet even gaan zitten om te bekomen. Holy shit. Maar toch wil ik het nog een keer doen.
this. Here we go again. Dat is een langere fragmentje. Goed kunnen. Ik zat tussen de benen van een andere vrouw. Poepsie, poepsie. Kan gebeuren. Want ik ging echt pakje sneller dan het gewoon volk. Dus we gaan even aanschuiven. Dat dit voor tafereel opbrengt, deze tweede keer. Je weet al, ik doe alles twee keer. Voilà. En dan nu even geduld hebben, want ik haal hier echt iedereen in. Even geduld hebben. 3, 2, 1, go! Woehoe! Even mijn rem opzetten, voilà. Heerlijk. Ik ga hier eens een inhammetje doen. Deze hebben we nog niet gedaan. Voilà. Ik hoop dat jullie wel echt de mensen van de vlog aan het genieten zijn. Ik hoop dat echt. Ik hoop dat echt heel erg opstrikt. Dus het is ook wel waterig. Ja, het is wel natjes, hè. Zo'n zwembrok. Dat is iets anders dan bij Q&A, hè, mensen? Dat mag ook wel eens, hè. Oh. Here we go again! Whoa. Whoa. En ik sta weg. We gaan nog eens een andere kleibaan nemen voor de verandering, voor in de blok. We gaan nu eens bij de kleinkinderen even kijken. Dus ja, de kinderkleibaan, die is ook deze, hele Sayuko. Zal ik eens kijken wat daarop staat. Eens kijken. Normaal gezien moeten daar ook dan de afdelingen komen. Overal aanschuiven. Dat moet kunnen. Oh ja. We gaan water nemen. En hier staan geen stoplichten. Even dus mijn camera zuiver maken. Dit is de crazy Coon Slide. We maken. Staat er niet op, denk ik. Dat is geen man zijn leeftijd op, dus die doen we dan maar. Een kinderkleibaantje. De crazy Coon Slide. Ja, oké dan. Hallo.
welke faciliteiten heb je hier dan nog in Zuiderparks Epemeren? Oh, mannetjes. Ik ben het... ben je kut aan het amuseren. Dan gaan we eens hier eens naar de bulbaden hier binnen. Daar heb je ook zo van die toegestekte watervalletjes. Daar heb je een bubbelbad. Dus even relaxen. We voelen hoe het water is. Oh my god, OMG. Lekker warm, heerlijk warm. Oh. Zalig. En zo kun je dus ook naar andere dingen gaan. We gaan dus naar de bobbad toe. Dat is hier ook wat klauteren. Oeh, die water is wat kouder. Holy shit. Oh, dat kan dus deugd doen. Dat kan deugd doen. Balassa. Amai. Een brevees meertje voor mij alleen. Ik ga zo'n duisje nemen. Dat kan heerlijk zijn. Zal ik eens genieten. Amai mensen. Ik hoop echt oprecht, aangoot hier dan een olifant. Als de golven gaan aanbreken. Allee, ik zal eens aan de golven gaan. Ik wil zeggen nu en jullie eigen achter jullie scherm, een fotoscherm, fotoscherm. Ja, laat die golf er ook eens zien, Timmy. En wel, dan zal ik het doen. Wow, als ik niet val. Als ik niet val. Holy shit. Dat is hier klassig. De witte stenen volgen, dat is altijd het veiligste. Oh shit. En dat is echt heerlijk. Zie je, de golven zijn actief. Dus als de olifant gaat, is hier dan op Centerfies Epemeren de golven actief. Woe. Zalig. Maar ik heb wel één probleem nu. Ik moet naar de wc. Dus ik ga samen naar de wc toe. Jullie nu mee naar de buitenzwembad. Dat te voelen. Oh, die is heerlijk warm. Maar het is ook wel aan het regenen. Ja, het is wel lichtjes aan het regenen buiten. Dat is niet zo erg. Maar we gaan dan eens ook eens naar de visjes kijken die hier in Centerparks Epemeren zijn. Daarom dat ik ook mijn duikbril nu heb aangedaan. Hell yeah! Mooie tumbler. En nee, ik ga geen adem inhouden. Challenge. Ga ik nooit meer doen? Dus dat is afgeschaft bij deze, dan met jullie dat ook al. Dus ik ga nog een keer drukken.
Het is ook aan het regenen buiten. Wat gaan we hier zien? Ik probeer echt alles, maar ook echt alles te filmen, hè, mensen. Altijd zo lang mogelijk onder water te blijven voor jullie. Redelijk veel vissen hoor. Dat moet ik wel eerlijk toegeven. Jullie hebben genoten van de vissen. Ik ga me nu nog wel even hier in Sinterpark even meer wat chillen met mijn schat nog. Ah ja, ik moet ook nog wat een glijbaantje doen voor jullie. Jawel. En wat vinden jullie al van de zwemvlog? Oh, ik ga hier nog eens vallen. Hier zo. Wel donker. En dat je naar buiten gaat. Voilà. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. Van deze. Mag bent. Oh. Mannetjes. Nu ga ik eens even ook iets kleinigheids eten en drinken. Samen met een schat. Zo, het is even etenstijd. We zitten hier nu bij, even kijken, Grabber's Joe te eten. Bij Grabber's Joe. Dat is hier een frituur, een frituur, snackbar of zoiets. Ik weet niet hoe je dat juist noemt. Laat het hieronder in de comments weten. Ik heb een heerlijke frikandel XL genomen. Heerlijk dat je mee gaat smaken. En mijn vriendinnetje is er ook nog altijd erbij. Die is ook zalig aan het eten. Voilà, ze. Zelfs gaan we nog wel fun beleven. Oké.
wel straks allemaal. Jojojo. Maar ja, soms moet je ook eens wat eten om te kunnen vullen. Het volgende wat ik nu ga doen, dat is hier in de Rotswaterbaantje een tourje maken, ook voor jullie. Dan kunnen jullie daar ook eens van genieten. Ja, zo zeggen. Ik ben aan het genieten hier in Centerparks. Ik heb ook goed gegeten nu, dus nu op naar ronde 2. Nu gaan we dus naar deze Rotswaterbaan. Ik heb toch alles er moeten filmen, mensen. Dus ik ga hier de vloer. Het is gedemonteerd. Dus deze waterval die gaat aan en uit. Dan gaan we ook de verstromingssnelling ook altijd de wat achteruit. Ik ben al eerlijk aan het zwemmen. Eigenlijk mee aan het laten drijven. Oh ja. Oh. Toch heerlijk. Zo lekker zitten, verstromen, versnelling zitten, dat we dus niet in een overstromingsgebied zitten, maar gewoon lekker ons mee kunnen laten sturen met het waterzwembad. Oh daar, ik zit tegen de kant aan. Oh, zalig dat hij het hier. Zalig. Dat is hier wel echt schoon, ziet dat eens hier eens aan. Kijk, dat is wel een gebied dat je hier hebt. Wauw. Echt heel mooi. Hier ook in de bal. Bloebal. Oh, zalig. Normaal gezien is dit sneller. Lief? Ben je afgeruid? Nee, ik ben van Cycle TV. Toppie! Nu ga ik de kleine glijbaan hier nemen van Centerparks. Deze is ook weer van BA. Deze is gebouwd in 1991. Totale lengte op garm 10 meter. Het hoogste verschil is 2,80 meter. De breedte is 2 meter en 50 centimeter. En de diepte ladingsbak is 1 meter 30. Ik zou zeggen, geniet ervan. Ik ga die 2 keer doen. Ik ga een front view doen. Dus zo. Voilà. Dan kan ik zelfs helemaal omhoog. En dan. Voilà. Dat was het al. En nu nog een keer naar mij, hè. Oh. Zalig wat dat is. Dan wil ik nog een keer de Wildwaterbaan doen. Jammer dat we de kids rides niet meer kunnen doen. Want die wou ik ook nog op film krijgen, maar jammer genoeg zijn die gesloten. Dat vind ik wel een klein beetje raar. Dan nog zelfs, nog één keer de Wildwaterbaan, dus hier langs ga ik dan. En dan heb ik toch wel heel veel gedaan hier in Centerpark. Ik hoop dat jullie er ook dan wel hebben van genoten. La 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 la. Wow. Dat was er. En nu nog eens van de Wildwaterbaan. En dan, zal ik zeggen, dan zit hier alles op van filmen. Dan ga ik ook stilletjes terug even warm water in, wat bubbeltjes nemen. En dan is het terug richting huiswaarts.
lukken weer. En we morgen gewoon gaan werken, hè, mensen. Dan weten jullie dat. Oh, heerlijk. Van water. Even een file. Buiten is het al frisjes aan het worden. Het is af aan het koelen buiten. En hier moet ik even stoppen. Want ik haal die altijd in, hoor. Ik haal die altijd in. Zo! Oh, laatste keer. Wat water warm. Hell yeah. Dat ik zo mee laten drijven. Oh. En dan gaan we hier een klein beetje omhoog. Op dat ring. Oh. En dat geleid hier heel moeilijk. Met hier tegen de bosje te gaan. Oh. Wow, 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 wow. En nu het wildste stuk. De wildste stuk wat we hier hebben. Dan kijk je zo op de zetten. Nu kijk met een speciaal. Dan nog eens vragen. Ach, maar mee. Los gaan. Bij de buitenbubbelbad. Want zij zit nu in de binnenkant van de bubbelbad. Kan ook leuk zijn. Hier is een in het aardige knieter. Ai, 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 ai. Zit, dat bedoel ik. Waarom? Ik zit nu gesloten. Dat is heel jammer. Maar deze stuk nu niet meer wordt gebruikt. Heel erg. Zalig gewoon. Ik ben aan het genieten van alles. Gaan we eens even kijken als hij hier ook nog zit. Voilà, zo. En dat was hier lekker warm. Oh. In de grot van de watervallen. Het is hier altijd aan het regenen. Altijd. Hier regent het altijd. Oh. Voilà. Ja. We kunnen naar de buitenbubbelbad. Nee. Oké. Okay. We gaan hier nog even genieten van elkaar. En dan is het weer al richting huiswaarts. Ik hoop dat jullie van de Center Fire Vlog hebben genoten. Ik eindig het hier af. In deze grot. Van Center Fire Terreneren. En dan probeert zij hiermee nog nat te stuiten. Ja, ja, ja. Nee, niet leuk. Niet leuk. Zo mensen, ik ben terug, veilig en wel terug thuis aangekomen. Ik ben ook goed gedoucht geweest daar, ook wel in Center Parijs en meer. Dus daar heb ik ook aparte douchecabines, daar heb ik mij dan gedoucht en al.
Wat ik nu nog ga doen, dat is voor jullie nog de vlog in elkaar te steken. En dan ga ik al richting mijn bedje in, want morgen moet ik ook terug gaan werken. Want dat heb ik al vaak gezegd in mijn vlog nu. Dat ik toch redelijk ook nog goede nachtrust heb gehad. Lannen, zwemmen, ja, dat doet wel iets met een mens. Vergeet geen duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal. En vergeet ook niet op mijn belletje te drukken. Dan blijf je op de hoogte wanneer dat er een nieuwe vlog, video of een livestream is. En voor de rest zeg ik... Yo, 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 yo!